Een enthousiast publiek en een dolblije Anky van Grunsven. Zo eindigde haar kuur op muziek vanmiddag. En dit was haar reactie meteen na het optreden. Ik ben in ieder geval super trots dat ik met Salinero vandaag nog zo'n proef neer heb kunnen zetten. Die andere twee dagen was gewoon niet goed en vandaag was ik echt blij met hem. Ik ben trots dat hij op zijn leeftijd nog op dit niveau heeft gepresteerd vandaag. Dus wat dat betreft ben ik echt ook heel emotioneel dat ik dat allemaal mee mag maken. De reactie van Grunsven zegt veel, want er was dus kennelijk heel veel twijfel. Salinero, 18 jaar, kan hij het nog wel, die gouden medaillewinnaar van Athene en Peking? Hij is fit genoeg verder, maar het is net alsof hij iets weiniger gemotiveerd kan worden als vroeger. Dat hij toch wel moeilijkheden heeft om het op te brengen. Dus, maar fysiek kan dit heel makkelijk aan. Ik bedoel, wij zien hem dagelijks in de training en dat is geen enkel probleem. Maar op de wedstrijd is hij toch anders dan anders. Dat verrast ons eigenlijk wel een beetje. Van Grunsven begint vanmiddag even na vijven aan haar proef. Ze wil naar Londen, maar dan alleen maar als ze er echt iets te zoeken heeft. Er staat immers een reputatie op het spel en er is twijfel. Maar vanmiddag is daar toch niet zoveel van te merken. Van Grunsven en Salinero vinden elkaar op het juiste moment, zo lijkt het. De spanning is voelbaar, ook bij het publiek. Maar Salinero en Van Grunsven zijn bijna als vanouds. Ik was zelf heel onzeker. En nou komt het een beetje... Ik had niet gedacht dat ik dit gevoel vandaag terug zou kunnen halen. Want ik dacht, de eerste dag ging te langzaam, de tweede dag ging te hard. En toen dacht ik, wat is dit nou? Ben het kwijt? Te onzeker over mezelf. En dat vind ik dan ook weer jammer. Dat verdient Salinero dan weer niet, hè? Dat denken wij dan weer paardenmensen. Dus en omdat het dan vandaag zo loopt, is alleen maar, ik ben echt mega blij mee. Te zien dat je hebt al zoveel meegemaakt, maar dat dit je nog zo raakt. Ja, ik ben gewoon ook omdat hij al 10 jaar op dit niveau loopt en dan toch nog doet, hè. Dat is mega knap van hem. Anky van Grunsven eindigt op het Nederlands kampioenschap als tweede achter Edward Gal. Belangrijker, ze heeft laten zien dat ze nog altijd hoort bij de wereldtop. De Spelen komen toch weer wat dichterbij, zo lijkt het. Dit had je nodig, dit had Salinero nodig. Wat betekent dit voor de route naar Londen? Ja, ik heb ook voor mezelf besloten dat ik even bij vandaag blijf. Omdat ik in een soort van achtbaan zit op het moment van... Wordt die te oud? Rij ik te slecht? Ben ik het kwijt? Heb ik het wel? Ik heb echt alle kanten al bedacht de laatste dagen. Dus ik dacht voor mezelf, ik ga even nergens over denken. Ik doe dit vandaag. En ik probeer het nu even te laten bezinken. En dan als ik dan morgen weer iets minder emotioneel ben, is het misschien beter om na te denken als vandaag. Welkom in de show. Laten we het nog één keer horen. Dat is het allemaal.